1,47. Dat betekent 1 jaar onderwijs erbij. Gemiddeld genomen 47 minuten per week eraf. Ik heb ook gespeeld in een popband en dan hetzelfde idee. Je komt op en je gaat iets leuks doen. Laten we beginnen en we zien wel waar het schip strandt. We gaan het hebben over interactie vandaag. En dan hebben we het over de interactie tussen twee intervalvariabelen. En nu wordt het spannend, want dat is het meest lastige in een interactiemodel. Ja, er gebeurt iets met je als je onderwijs geeft. Ik heb heel veel plezier, ontleen ik eraan. Het is gewoon fantastisch werk. De belangrijke elementen uit statistiek brengt hij in zijn onderwijs, wat studenten echt moeten weten. Dat vertaalt hij in mooie praktijkopdrachten die ze kunnen maken en dan goed gaan begrijpen waar het om gaat. En dat doet hij aan de hand van inhoudelijk interessante vraagstukken waar studenten voor komen. Dirty, shameless, little. Ik raak nog steeds weer ontroerd door die scène. Manfred de Grotehuis weet als geen ander de illustraties, de voorbeelden te kiezen waarmee hij de aandacht trekt van verschillende studenten, of het nou een antropoloog is of een communicatiewetenschap of een sociologie, waardoor die ook inzien wat dat vak voor hun studie betekent. Naast mijn passie voor lesgeven heb ik een andere passie en dat is de tijdreis. Ik fiets elke dag naar de universiteit als training, 32 kilometer per dag en dat doe ik inmiddels 10 jaar. Ik zie hem vaker in zijn wielrennerspak dan in gewone kleren, ja. Allemaal oké. Okay. Nou, wat ik jullie ook even wil laten zien is de grafische voorstelling van het regressiemodel. Ik ben altijd een voorstander van plaatjes. Uiteindelijk valt het kwartje en dan wordt het wel makkelijker en dan is het zelfs best wel leuk om... Als je het door hebt en het werkt en dan kom je erachter dat het best wel leuk is eigenlijk. Dat je best wel enthousiast kan worden van significante resultaten. Ja, zijn manier van uitleggen is heel spontaan en gewoon, hij heeft veel interactie met de studenten zelf in de colleges. Ja, dat vind ik eigenlijk het onderscheidende van hem. Hij heeft ook oog voor de studenten die het heel moeilijk vinden. Die sleurt hij er doorheen, waardoor hij uiteindelijk natuurlijk hele hoge slaagpercentages heeft. En studenten allemaal goed weten wat ze met statistiek moeten doen. Hij is ook een voorbeeld omdat hij boeken heeft gemaakt, al zijn kennis heeft geboekstaafd. En die boeken worden op grote schaal verkocht. En je ziet dat naarmate je meer uur gaat werken, dat die hellingshoek de neiging heeft om steeds vlakker te gaan lopen. En een van de mooiste dingen die ik dan als beloning heb, dat je de twinkeling in de ogen ziet van studenten van het is gevallen. Of je krijgt het applaus aan het afloop van het college. Ja, dat geeft een kick. Mensen, mag ik jullie hartelijk danken dat jullie hier waren. Erg leuk, dankjewel.